mensen, welkom bij een nieuwe vlog hier op de PDK. Vandaag zijn we weer op de kermis in Arnhem. Ik heb gezegd, we doen het vaker, de kermis Arnhem. Ik heb mijn kavia heb ik even een beetje veranderd, want die hing elke keer voor beeld, mensen. Al was in de review al en in de vorige vlog en ik heb het al vaak gezien. Ik ben vandaag met Raymond, mensen. Hallo. Hoi. Raymond zit lekker aan een slush en een smurfendrankje. En dan moet ik even zo draaien, denk ik. Want dames en heren, Wieger! Hoi Wieger! Hallo! Hallo! Nou, weet je wat wel leuk is? Je weet hoe ik denk over de katapult. Laten we die beelden dan nu eerst maar eens laten zien, want ik ben met mijn zwager erin gemoeten. Ja, nu komen de beelden, mensen! Nog niet in, maar we zijn bij Lost Escape Adventure, mensen. Super attractie. Raymond is hier nog nooit in geweest. Zullen we eens even er zit een lift, denk ik. Nou mensen, we zitten inmiddels binnen, dat kan je zien. Oh, ik moet nog afvallen. De knop, Raymond, die vergeet de knop! We moeten! Oh, mensen! En ik heb weer al een vernieuwing gespot. Het is niet te geloven, die ik ben vast. Hoi! Oh, ik zit nog steeds vast. Het waterkoel. En de lasers, mensen, lasers. En volgens mij is dit ook alweer veranderd als ik het goed heb. Hier moet je nou een dubbele dingen doorheen. Een dubbel obstakel. Oh, wacht even, is dit was droog. Hoi mensen. Oh, dat was de camera. En een rook hier, dat is ook niet normaal. Ja, ik zie helemaal niks, joh. Oh, het komt niet meer goed, baby. Oh. Wat ik anders op? Allemaal. Hallo fans! Ik zie geen fluit! Access granted. Ik ben benieuwd wat Raymond er zo meteen van vindt, mensen. Het zit nu vast met mijn schoen. Ja, dat lukt. Oh! Oh! Oh!
Dit is de eerste keer dat hij deze attractie gedaan heeft. Ja. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Ja, ik vond het leuk. Het is weer iets veranderd. Ja? Ja. Je zit wel bij vast dan wel, maar het is wel leuk. Ja, dat was korter dan. Ja, dat komt wel. Ja, meen je. Was het makkelijk? Ja, was op zich wel makkelijk. Ja? Ja, dat wel. Ik zat er een paar keer flink goed vast, moet ik zeggen. Ja, dat wel. Ja, oh. Dat wel. Ja. Nee, ja. Maar het was wel leuk. Ik heb weer vernieuwing gespot, mensen, hier bij Lost Escape Adventure. Bij de lift is meer aankleding gekomen. En de rest moet je zelf maar ondervinden. Ja. Ja. Mooie, leuke, unieke zaken. Ja, helemaal mee eens, mensen. Op naar de volgende attractie. Doei. Doei. We hebben net de cakewalk even gedaan. Mega Lunapark. Ik moet nog even een keer een manier verzinnen. Dat ik de camera mee kan nemen. Heb je nu zo'n chestman? Dat je een GoPro erop hebt? Ja, maar dan wel vloggen. Op dat ding. Ja, dat ding op je kop. Zo met duct tape. Dat, duct tape lijkt me niet zo, want dan gaan we alles harsen. Maar ik ga er nog wel een keer over nadenken. Misschien volgende keer gewoon de GoPro meenemen, gewoon YOLO, weet je wel. Maar, wat ik zeg wel, het is wel lachen altijd, hè? Ja, ik vind dat ook, ja. Ja. Nu gaan we naar, ik denk, verrassing, Future Dance. Wat een verrassing voor de kijkers. Een verrassing. Toch, of niet? Ja. Ik denk het wel. Dat was, Fireball, denk ik wel. Fireball, denk je dat? Ja. Fireball. Ja, maar die heb ik gisteren al gedaan, weet je. Ja, ik er nog één. Ja, ga maar. Ik weet alleen niet of je erin past. Nee, daarom. Als jij er nou in gaat, dan film ik jou als je erin zit. Ja, oké. Okay. Ja. Oké? Okay? Nou, wie weet. Oké, okay, mensen, wie weet. Zometeen meer mensen. Hier. Ja, of niet. Of niet, nee, dat kan ook, ja. Grote kans. Doei. Nou mensen, net hebben we even de botsauto's gedaan met een groepje van 6 man. Jezus, Wieger. Het is Kiel 2.0 bij jou, man. Ja, lekker hè. Godverdikke. Ik heb bijna uitgescheurde bilnaaf. Verschrikkelijk. Ja. Jezus. En die Raymond, jongen, die ging tekeer. Ja, dat klopt. Niet normaal. Nou, maar het was wel leuk. Het is altijd leuk om met een groepje te doen, mensen. En volgens mij ben ik niet zo heel scherp. Of het lijkt aan mijn beeldschermpje. Oh, ik ben kapot. Doei. Oh, mensen. Je kan je natuurlijk wel voorstellen. Ik doe heel veel ritjes chaos deze week. Zoveel mogelijk als ik in Arnhem ben. Ik heb net een rit. Die onthoud ik heel mijn leven lang. Eerste keer naar boven. Dubbele sessie. Zoals hij wel vaker doet. Dat twee mensen in eentje werd er al een beetje misselijk, weet je wel. En die moest al een beetje braken, een beetje van, ik denk, maar misschien redt hij het net tot het einde. Tweede keer naar boven, gondel stil, oeh. Maar toen, bovenin, kruis open, hè. Ik ben nog maar twee keer boven, hè. Kotsen, en ik zweer het je mensen, heel dat gezicht van die vriendin, helemaal onder de kotsen. Smerig. En dan moest hij nog de finale doen. Goeie tip voor de mensen die kijken. En de mensen die geen kermisattracties gewend zijn, dus die niet zoveel attracties doen. Chaos, je moet het tegen kunnen. Het is een fantastische zaak, maar voor de gewone kermisbezoeker, hou er rekening mee. Als je een beetje kots aangelegd bent, pas ermee op. Ik zeg niet dat je hem dan niet moet gaan doen, want sommigen kunnen er wel tegen, maar er zijn bepaalde mensen die kunnen er niet tegen. Nou, bij mij was het zo erg. Nee. Dat is minder erg. Dat heet nou vriendschap. Samen eerlijk alles delen. Wat? Wat heet vriendschap? Samen alles eerlijk delen. Ja? Zelf de kots van je vriendin. Ja, dat is... Mensen, we hebben iemand erbij. Jeffrey Arjens, mensen. Woe! En Jeffrey heeft er zin in, hoor. Ja, ja. Ja, prachtig. Voor de mensen die de kennis Goestvlog nog kennen. Nu gaat er iets gebeuren. Voor de mensen die hem niet kennen, ik zal het even uitleggen. Jeffrey en ik gingen in de Ultimate. En Jeffrey kan niet zo goed tegen schommelattracties. Vanmiddag zei Jeffrey, Pet, als ik je tegenkom op de kermis, dan gaan wij in de chaos. Had ik beter niet kunnen zeggen. Wij staan nu naast elkaar. En chaos. Het is een tijd voor mensen, kijk. We gaan de chaos in de on-ride kots experience, baby. Ik heb schijnbaar één geluk. Toon schijnt erin te zitten nu. Nee, dat is een geluk. Dus minder extreme ritten, maar we gaan er wel in. Dus koop een kaartje en we gaan erin, baby. Jeffrey, dit is een klein dingetje bijgekomen. Ja, ik ben er heel mooi. Toon die draait niet. Maar Toon die draait toch ineens wel. Wat voor de
laatste plaatsen. Komt er maar, je kunt nog mee. Hey, als je kots, kots dan daar. Nee, als je kots, dan kots over het stadion. Nee, want dan kots je mijn kant op. Nee, daar moet je kotsen. Ik dacht dat we daar hebben, Nou mensen, spanning en sensatie in de bocht. Ik heb geen vermis. Oh, er ligt een waterslang. Oh, Jeppie! Daar gaan we, baby! Lekker kotsen! Oh, Jeppie! Ik ga lekker slikken.
Hey! Oh, die sensatie voor niks! Nou, loopt hij nog lekker. Wow, it's a super machine! Nog een ritje? Nog een keer! Nog een keertje, Jeffrey! Ik had het niet verwacht, Jeffrey! Je bent gewoon chaos proof, baby! Hoe kan dat nou? Ja, veel mee, hè? Ik kan de ultimate niet aan, maar de chaos kan je wel aan, terwijl die heftig draait. Ja, maar ik heb ook een keer gekost bij Power Rangers van Witte. Ik heb ook een keer gekost. En Huge kan ik prima hebben. Dus ik snap er niks van. Maar het is wel gewoon goed. Ja, het is wel leuk om dat. Maar hoe voel je nou? Het is best wel stabiel. Alleen moet je heel even bijkomen. Nog een ritje? Nee. Niet nog een ritje. Wat vond je dan van de attractie zelf? Ja, de attractie was wel goed, man. Leuke shows. Maar het is wel een leuke attractie, alleen bij de derde keer werd het een beetje werd het iets te heftig, man. Nou, de druk werd opgevoerd. Die meisjes waren echt boos, hè? Ja, die meisjes waren boos aan de overkant. Ik had bijna ruzie. Als je over me heen komt, dan smeer ik je helemaal onder. Ze zei, je moet het maar doorslikken. Ik zeg, ik ga iets anders. Jij gaat niet slikken, denk ik dan. Ja. Oh, ja, heerlijk, Jeffrey. Oh, nee, maar ik denk, als ik morgen gaan we, ik weet niet of we mag klappen, want morgen heen gaan. Ja. Wij gaan morgen naar trouwen in Zand, mensen. Ja. En daar hebben ze ook een freak-out. Daar staat wel ultimate achter. Ik denk als daar een stap, dat het wel fout kan gaan. Oeh, kijk de vlog van Drowners aan, mensen. Oh, kut. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan in de freak-out, baby. Als je dat mag, hè. Ja, in je nek. Doei, mensen. Doei. Mensen, of ze leren hier snel, bij de Future Dance. Of ze kijken heel goed mijn video's en denken, nou, potverdikke, maar die heeft er toch wel verstand van. Of deze breedness is gewoon altijd in ontwikkeling. Nou, ik ga wel een beetje voor het laatste uit. Oh. Die vindt de camera eng. We wachten even tot het gaat gebeuren wat ik wil laten zien. En dan zal je net zien, gaat het nu deze rit niet gebeuren. Zou een stunt wezen. Ja, kijk mensen, rook van onder de vloer. En dat is wat ik ook bedoelde in de review van Arnhem. En dan... flink roken. En dan blijft die rook dus goed hangen. Dat zie je nu dus goed gebeuren. En dan deed hij de vorige rit toen wij erin zaten ook nog de rookmachine bovenin. Doet hij dat nu niet? Maar ik zei dus, je moet die van onder moet dus gebruiken als hoofd rookmachine. En die van boven gebruiken als extra roommachine. Eventueel kan je die nog midden in je rit gebruiken. Het is namelijk zo dat het rook vanaf onder langer blijft hangen als het rook wat je al boven spuit. Nou, dat wilde ik dus vertellen in de review. Maar hoe ga je dat dan op een nette manier doen? Zodat mensen dat niet verkeerd interpreteren. Nou goed, nu heb ik dus het voorbeeld kunnen zien. De rookmachine en de rookmachine, of in de middenton, zitten dus nog steeds op. Nou mensen, dat was weer een nieuw dagje in Arnhem, hier bij de Gelderdoom, de kermis. Raymond, wat vond jij ervan? Ik vond het wel leuk. Ja. Dat is kort gezegd. Het is op zich wel goed opgezet. Het was alleen te warm, maar ja, daar kan de kermis niks aan doen. Nee. En de beveiliging kut. Ja, dat wil ik ook nog even zeggen. Als jij hier de trein afgaat, eventjes om bijvoorbeeld daar bij de Mac wat te eten, dan moet je opnieuw heel dat formulier invullen van ja. Ik heb geen corona. Luister, in dat kleine stukje loop je of geen corona op, of je merkt het niet eens. Dus dat formulier heeft gewoon geen enkele zin. En wij zijn dan een beetje eigenwijs, wij snappen dat niet helemaal. En wij gaan er een beetje tegen in. Dat is wel zo, ja, dat kun je gewoon eerlijk zeggen. En dat hebben wij ook gedaan. En dan krijg je hele rare antwoorden terug van die security. Laat ik eerlijk wezen, ik heb nou gisteren ook op de stok gehad met die kut security. Dat ze gelijk na die kermis, die kermis schoonvegen. Dit is het kutste bedrijf qua security die ik gezien heb op de kermis. In de afgelopen tijd, maar eigenlijk gewoon de hele tijd. Verschrikkelijk. Wat een kut bedrijf is dit. Zo,
Wat hebben we er ook uit? Dat ja. Is mooi gezegd. Zo, ja, dat, ja, maar goed, ik ben altijd heel eerlijk. En ik vind het echt gewoon zo. Ik vind het echt waardeloos kut geregeld dat je twee keer, of misschien zelfs wel drie keer, één formulier per dag in moet vullen. Ja. En wij hebben de laatste keer, daar werd ook helemaal niet serieus ingevuld. En niemand kijkt ernaar. Dat is ook een ding. Niemand kijkt op die kutformulieren. Niemand. En de eerste keer wil ik het best serieus invullen. Heb ik ook gedaan. Maar ik ga geen drie keer hetzelfde invulling vullen. Nee. Nou, tot zover dat. Dan ben ik uiteraard ook nog benieuwd, Raymond. Want je hebt nu voor de eerste keer de Future gezien. Ja. Wat vond je ervan? Ik vind dat een mooie zaak. En lekkere rit. Ja, ja? Ja. Ja. Is het tot nu toe de beste breakdance die jij gedaan hebt? Nee. Oei. Oh, wat is dan de beste breakdance die jij gedaan hebt? Ja, nou ja, ik vind... Ja, ik weet niet. Dat vind ik van de afgelopen tijd, zeg maar. Ja? Dat was één heel leuk. Oei, mensen. Ja. Zo, dat zijn even uitspraken. Nou, maar oh. Dit, nou, deze rit is wel veel meer power. Ja? Maar het was bij... want we vanavond één zagen we in Tilburg. Ja. En dat was de hele entourage was beter, vind ik. Oké. Muziek beter en zo. Ja, en maar ik vind een 1 ook mooier dan een 3. Dus. Muziek en zo en show, dat komt nog wel eens donker, dus hoor. Ja. En muziek, ja, nu heb je ook centrale muziek, dat is ook een probleempje. Dat is ook niks, dat is ook kut. Dus we komen er misschien nog een keer op terug. Maar ik vind het wel eerlijk dat je het zegt, want misschien zijn de kijkers die wel eens twijfelen aan de mensen die ik meeneem naar de kermis. Want de meeste hier zijn allemaal pro-Future Dance. En nou, nu zeg jij eerlijk van, nee, maar echt, die gaan zeggen, Future Dance is de beste, zeg maar. Heel, en jij zegt eerlijk, ja, ik vind Oefenaars beter. Nou, dat vind ik ook mooi. Dat je dat zegt. Ja. Ja. Maar misschien kan je er nog op terugkomen dat je zegt van, nou, ik heb een keer echt de avond meegemaakt, donker. Ja, precies. Dat je er dan terugkomt, want dan is Future Dance het beste. En dat kunnen we helaas nu niet nee, meemaken. Maar dat is ook wat ik zei, omdat een 1 is groter dan een 3. En hoe groter, hoe beter voor mij. Ja, dus dan is volgende week nog beter, of over een paar weken. Ja. Oh, dan komen we nummer 2 ben je tegen. Nou. Ja. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Iedereen die er vandaag bij was, bedankt. Het was gezellig, ja, super gezellig. Bedankt. Je hebt niet iedereen in de vlog gezien, maar er waren nog meer mensen bij. En het was hartstikke gezellig. Wieger bedankt, in speciaal. Jeffrey bedankt. Jij bedankt, Raymond. Ja, geen idee. Dylan bedankt. Ja, Dylan ook. Ja. Niels. Ja, ook bedankt. Ja, Niels. Alleen niet in beeld geweest. Nee, maar goed, iedereen bedankt. Toedeledokio mensen en tot de volgende video. We komen hier nog, misschien nog een keer terug. Sowieso nog één keer. Denk okay. Ik. Er is wat in de maak dat er hier nog een speciale gast naartoe komt. Nou, dat en meer later. Toedeledokio. Zien jullie later. Zien jullie later. Doei. Abonneer en doei. Doei.